Hallo, ik ben Nina Schiff. Ik studeer de communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent en voor mijn thesis deed ik onderzoek naar deep nudes. In 2018 kreeg Rana Ayoub, een Indiase journaliste, een link toegestuurd. Wat ze daar zag, deed haar wereld instorten. Een vervalste pornografische video van haar verspreidde zich als een virus. Dit fenomeen heet deep nudes. Dat zijn realistische, maar volledig vervalste naaktfoto's of video's van een andere persoon die gemaakt zijn met behulp van artificiële intelligentie. Het aantal deepfakes is de voorbije 4 jaar met maar liefst 550% gestegen. Daarbij waarschuwt men vooral voor het gevaar van politieke deepfakes. Maar toch zijn maar liefst 98% van alle deepfakes deep nudes. Ze vormen een gevaarlijke cocktail van technologie, privacy-inbreuk en misbruik en kunnen het leven van een slachtoffer ruïneren. Via 17 interviews met zowel experten als beleidsmakers uit België en Nederland kreeg ik een beter en dieper inzicht in de problematiek. Zo ontdekte ik dat slechts een handvol landen wetten hebben opgesteld om deep nudes aan te pakken. België is een wereldwijde voorloper op vlak van wetgeving, maar er zijn nog hiaten en uitdagingen om bij te blijven met de snel evoluerende technologie. Een andere belangrijke bevinding is het gendergerelateerde aspect van deep nudes. Zo staan op nagenoeg alle deep nudes vrouwen afgebeeld, wat wijst op onderliggende maatschappelijke problemen zoals seksuele objectivering en genderongelijkheid. Deep nudes zijn in die zin dus een nieuwe uiting van een oud probleem. De oplossing is niet eenduidig. Er is nood aan een gecoördineerde inspanning van verschillende actoren. Juridische instanties moeten wetgeving aanpassen. Sociale mediaplatformen moeten beleid ontwikkelen om deep nudes te detecteren en te verwijderen. Beleidsmakers moeten bewustwordingscampagnes opzetten. En wij als samenleving moeten streven naar een respectvolle en gelijkwaardige benadering van gender en seksualiteit. Mijn thesis is een wake-up call. We moeten niet alleen een strijd voeren tegen technologische dreigingen, maar ook tegen diepgewortelde maatschappelijke problemen.